In je leven maak je dingen mee die je negatieve gevoelens geven. Zoals angst, verdriet of boosheid. Het liefst stop je die pijn weg, zodat je het niet meer voelt. Deze oplossing werkt helaas maar voor even. En het wordt steeds lastiger om je gevoelens weg te stoppen. Je gaat afleiding zoeken om het niet meer te voelen. Je probeert je pijn te verdoven. Of je vermijdt moeilijke situaties. Intussen mis je de dingen die het leven de moeite waard maken. Je voelt je nu extra eenzaam, verdrietig, angstig of boos. En dat waren nou juist de dingen die je probeerde kwijt te raken. Je leven lijkt steeds minder waarde te hebben. Hoe krijg je die waarde weer terug? Het accepteren en toelaten van je pijn is uiteindelijk de enige manier om een waardevol leven te leiden. Het toelaten zal in eerste instantie niet gemakkelijk zijn. Maar je zult merken dat je negatieve gevoelens kunt verdragen. En dat je in aanwezigheid van de pijn een goed leven kan leiden. Want doordat je meer voelt, voel je ook meer positieve gevoelens. Het leven wordt mooier, omdat jouw pijn je leven niet meer bepaalt. Je doet de dingen die je belangrijk vindt, ook al zijn ze spannend. Zo hervind je je kracht en kun je voluit leven.